Ja, Thijsje, welkom. Ja. En de meest logische vraag is nu, hoe gaat het met je? Ja, het gaat aardig goed. Ik heb natuurlijk een hele heftige periode gehad en niet heel goed gevoeld. Alleen na een paar goede uitslagen en de scans op dit moment geven een heel goed beeld. Op dit moment zijn mijn uitzaaiingen niet te zien op scans. Dus dat is echt al fantastisch en zo snel. En ja, nu krabbel ik langzaam op en herstel ik van alle therapie wat ik heb gehad. En ben ik langzaamaan weer wat fitter aan het worden. En dat gaat langzaam. Maar het gaat, eigenlijk gaat het medisch gezien heel goed. Duimen dus, gewoon in de handjes knijpen dat het nu zo goed gaat. Ja, het is, ik vind het voor mij heel bijzonder dat ik zulk goed nieuws heb gekregen. En dat het allemaal zo, dat ik dat allemaal heb gehad. En dat het nu zo goed gaat. En probeer ik maar alle andere mankementen die ik helaas nu wel erbij heb gekregen. Ja, dan neem ik dat, draag ik dat maar goed. En dan ben ik al lang blij dat het zo gaat. En hopelijk blijft het zo gaan. Want helaas kan het elke keer toch wel weer terugkomen. Maar nu gaat het goed en daar ben ik al heel blij mee. Ja, je wilde vandaag voor het eerst je verhaal vertellen. Ja. Waarom juist vandaag? Nou, ik vind het heel belangrijk om een verhaal te vertellen. Omdat heel veel mensen de gevaren van melanoom eigenlijk niet kennen. Mensen weten niet zo goed dat er huidkanker is en dat de zon zoveel gevaren kan hebben. En dat je er ook gewoon dood aan kan gaan. Heel veel mensen, heel veel jonge vrouwen van mijn leeftijd, die krijgen melanoom en als ze er niet op tijd bij zijn, dan kan het gaan groeien, dan kan het gaan uitzaaien. In de meeste gevallen is het helaas nog dodelijk en slaat de behandeling niet zo goed aan als dat het bij mij heeft gedaan, gelukkig gezien. Bij een heel aantal wel weer. Er zijn heel veel nieuwe therapieën gekomen dat het nu al wel veel beter gaat. Alleen, het wordt nog, voor mijn gevoel wordt het heel erg onderschat door heel veel mensen die lekker buiten zitten in de zon, wat de gevaren zijn van de zon. En 1 op de 6 Nederlanders krijgt ermee te maken. Ik schrok van dat getal. En dat het zo vaak voorkomt bij jongeren. Ja. Wist ik niet. Nee, ik krijg het ook vaak te horen van, wat is het dan precies? En wat houdt het in? En kan het zomaar dan? En overkomt het jou dan? Het kan iedereen overkomen. Het is gewoon wel zo belangrijk om bewust te zijn van de gevaren van de zon. Iedereen weet dat roken niet goed voor je is. Mm-hmm. En die kan dan bewust de keuze maken. Alleen voor de zon is het wel heel belangrijk dat daar ook gewoon een keuze in wordt kunnen maken. Heel goed.